In eerste instantie speelt deze code natuurlijk in op het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een nieuw wetboek dat zelf een aantal innovaties inhoudt, zoals het duaal bestuursmodel. Daarmee moesten we rekening houden. Meer algemeen is er in deze code misschien net nog iets meer aandacht voor het begrip duurzame waardecreatie op lange termijn. En misschien nog net iets meer aandacht besteed aan de relaties met andere belanghebbenden dan de aandeelhouders. Dus dat zijn begrippen die we net iets meer in de verf zetten in deze code.